Feyenoord heeft bij het Maastad ziekenhuis een nieuwe fanshop geopend. Daar presenteerde het ook het nieuwe thuisshirt. Rechtsback Lucharel Geertruida gaf het symbolische eerste exemplaar aan Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maastad ziekenhuis. Namens Feyenoord was ook commercieel directeur Joris van Dijk aanwezig. Hij is nu 2 weken in dienst en heeft samen met de directie een plan gemaakt om in augustus supporters in de Kuip toe te laten. We gaan het in eerste instantie stapsgewijs doen, dus we het in ieder geval controleerbaar houden. Dus nou ja, zoals het er nu naar uitziet gaat het eerder bij de eerste wedstrijden richting de 10.000 dan richting de 15. Maar in alle opzichten geldt, wij moeten gewoon die 1,5 meter kunnen waarborgen. Dus ja, daar wordt gewoon vanuit de club nu diep over nagedacht. Ja, gaan we die testen zien bij Feyenoord Sparta en bij Feyenoord Twente? Nou ja, zeg maar, die 2 wedstrijden zijn bij uitstek nou de wedstrijden om inderdaad te gaan kijken van is alles wat we op de tekentafel hebben verzonnen in lijn met het protocol wat natuurlijk ook vanuit de KNVB is uitgegeven. Gaat dat in de praktijk ook werken? En dan kan je maar beter een beetje beperken in eerste instantie dat je meteen tegen obstakels oploopt omdat je gewoon te veel mensen hebt toegelaten. Ja, mag je dan even.